We hebben zojuist de debatprijs 2018 uitgereikt aan Lodewijk Asscher. Na 2 dagen waarin we debatten analyseerden tijdens de algemene politieke beschouwingen, waarin we live blogden voor de Volkskrant om onze bevindingen te delen en waarin onder andere Roderick van Grieken in veel media optrad om ook daar te vertellen over wat wij vonden van alle bijdragen van de fractievoorzitters, vormde het uitreiken van de debatprijs aan Lodewijk Asscher een fantastisch hoogtepunt. Daar blijft het gelukkig niet bij. We gaan door met debatten analyseren, met tips geven, met mensen trainen, gesprekken leiden. En dat delen we allemaal via dit kanaal. Dus wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.